Het is echt een leuke, vrolijke sport, zal ik maar zeggen. Een familiesport. Ik heb het meegemaakt in Haarlem, waar ik geboren ben. Daar is ook een honkbalstad. Ik heb het meegemaakt in Cuba. Een enkele keer in Amerika. Er is geen glazer. Als burgemeester heb je gedonderd met voetballen en zo. Dat soort gedoe. Maar nooit met honkballen. En ook geen glazer onderling, hè? Want hier staat wel wat voor Rotterdam natuurlijk. Ja, ik heb geen talent om met deze heren ruzie te maken. Hoe is het om met elkaar zo hier te zijn? Nou ja, dat is mooi. En ik vind ook, zoals Bram Peper dat net zegt, dat hoort bij deze sport. Het is een event, het is topsport natuurlijk. En Nederland moet winnen, vinden we. Maar zijn vandaag tegen Curaçao is toch ook iets speciaals voor Rotterdam. Het is ook een echte Rotterdamse sport, vind ik altijd. En Bram heeft het, mag even gezegd worden, naar Rotterdam gehaald. Dus we zijn hier met elkaar en we komen elke keer als dat honkbal-event hier is, gaan we er op onze manier ook even naartoe. En genieten ervan. En vandaag een mooie speltje erbij gekregen. Nou, en even kijken, een prachtige mooie onderscheiding. Het Eredivisie toekomt inderdaad. Bram heeft het evenement naar de stad gehaald. En het heeft de stad ongelooflijk goed gedaan. Het is een familie-evenement. En sinds een aantal jaren voegen wij er ook nog een sociaal aspect aan toe. Hè. Vanuit hier steunen van kwetsbare kinderen die misschien dreigen uit te vallen. Vanuit de honkbalsport. En ik denk dat het geweldig is om het sociale en het sportieve bij elkaar te brengen. Nou, dat geeft veel vreugde, zou ik zeggen, op een zondag. Ja, u zegt bij elkaar brengen. Het komt niet heel vaak voor dat jullie drieën samen ergens optreden. We eten wel eens met elkaar tijdens het uienbord diner. Ja, zeker. Als het zo uitkomt, dan eten we samen. Eerste woensdag in april, hè? Ja, en dan zingen we ook nog een lied. Een beroemd Rotterdams lied. Nou. Ketelbinky. En dan haalt Ivo Opstelt, hij haalt uit zijn papierenagenda, zit er bij hem altijd achterin, hè, de tekst. En dan kijken zij met mij over mijn teksten mee. Ja, dat is de enige keer dat ze mijn tekst volgen trouwens. En mogen spieken. Ja, ja, zeker. Ja. Dus dan eten we een hapje met elkaar en hebben een gezellige avond. En hier vandaag ook een gezellige dag met elkaar? Ja, dat is goed begonnen in ieder geval. Dat ziet er ook veelbelovend uit. Ik wou nog eigenlijk zeggen dat dit stadion het gevolg is van dit toernooi. Want dat is in 94, 95, 96 is dit opgeleverd. Dat moest aan internationale standaarden voldoen. Want wat er was, was onvoldoende. Dus toen hebben we een nieuw stadion hier voor 6 miljoen Nederlandse gulders gemaakt. Ja. Nou, dat is toch mooi dat we die erfenis nog hier hebben. We gaan ons nu klaarmaken voor de wedstrijd. Veel plezier met elkaar. Oké, dank. Ja.